concept ging online, ging live. En dat, ja, dat was de laatste dag dat ons leven normaal was, denk ik. Wij kregen gewoon franchise-verzoeken voordat het restaurant open was. En niet 2 of zo, maar 75. Ik wil creatief genoeg zijn om iets in elkaar te kunnen zetten waar de hele wereld naar meekijkt, weet je. En dat is nu wel redelijk gelukt. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Tegenover mij vandaag zit Ron Simpson, misschien wel het meest bekend als een van de mannen achter de Avocado Show. Ron, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, het was ongeveer 2017 dat jullie bedachten van nou, we gaan een klein leuk avocado restaurantje beginnen in de Amsterdamse Pijp. En ja, nu worden er eigenlijk dagelijks nieuwe restaurantjes geopend, maar het komt niet vaak voor dat zo'n tent eigenlijk in één klap wereldnieuws is, hè? Dat is waar, ja. Vertel eens, zeker. Hoe ging dat? Nou, eigenlijk begon het ergens eind 2016. Toen kwamen Julien Zaal en ik samen met het idee van, joh, laten we even iets leuks doen, iets samen. Kwamen op het idee van een restaurant. Toen werd het een idee van een monorestaurant. Dus een plek waar je eigenlijk maar met één product werkt of met één ingrediënt in dit geval. En toen werd het dus een avocado-restaurant idee. Omdat het zo veelzijdig was, omdat het heel voedzaam was, heel kleurrijk was. We konden er heel veel dingen mee doen. En toen inderdaad, het idee was eigenlijk gewoon een restaurantje openen in de Pijp. En toen kwam het idee naar buiten. Het concept ging online, ging live. En dat, ja, dat was de laatste dag dat ons leven normaal was, denk ik. Ja, want jullie verspreiden een foto. Eigenlijk best wel een knullig plaatje van een restaurant in wording. Je ziet nog een ladder op de achtergrond. En het stelde allemaal geen zak voor. En toch ging die foto viral. Hoe dan? Ja, ik denk niet dat de foto per se viral ging. Ik denk dat het idee viral ging. En dat vind ik altijd zo leuk. Van, weet ik veel, de oude gezegdes en legendes dat een goed idee op een bierveldje past. Ja. Ik denk dat een goed idee ook niet altijd goede content nodig heeft. Het is gewoon, zolang het duidelijk is en een doelgroep aanspreekt, dan werkt dat. En in ons geval was het vrienden uit Amsterdam openen avocado restaurant. En boom, daar ging die. Ja. De hele wereld over. Ja, want vertel eens, tot waar reikte de publiciteit? Overal. Ik denk dat wij letterlijk in elk land gepubliceerd zijn. Sowieso meer dan 100 landen, echt headlines, vertaald in 25, 40 talen of zo, weet ik het. Het hield gewoon niet op. We waren echt van Sydney tot Bangkok, Kaapstad, Dubai, New York, LA, Tokio. Alles kwam binnen, zeg maar. En Europa heel erg natuurlijk. Maar dat hadden we op een of andere manier nog wel een beetje verwacht. Ja. Maar dat de hele wereld mee zou kijken, was toch wel wat anders. Ja, want ik begreep dat jullie op een zeker moment een belletje kregen vanuit Dublin, waar het kantoor zit van Google. Ja. En dat die zeiden van, goh, zijn jullie met iets bezig? Hoe zit dat? Ja, die zegt gefeliciteerd met al die miljoenen hits op jullie website. Ik zeg, nou, dankjewel. Hij zou volgende keer wel je website online zetten. Wat? Het bleek dat we alles heel mooi netjes klaar hadden gezet, maar dat het nog niet live gepusht was. Ja. Heel erg mooi. Dus ja, van die leuke kleine foutjes waar je onwijs van baalt aan het begin en achteraf alleen maar om kan lachen. Dus diezelfde avond nog achter de computer gedoken om toch maar die website echt dezelfde minuut nog. Ja, ja. Ja. En het gekke was, het restaurant was toen nog niet eens open, hè? Nee. Nou, dat was nog niet eens het gekke. Wij kregen gewoon franchise-verzoeken voordat het restaurant open was. En niet 2 of zo, maar 75. En toen op een gegeven moment de deuren van het restaurantje opengegaan. Hoeveel stoelen zaten erin? 45. 45 stoelen. Dus echt, ja. Nou, gewoon een klein bescheiden restaurantje. Ja, echt een klein tentje in de Pijp. Ja. En heeft er ooit wel eens een stoel leeg gestaan? Nee. Nee, wij doen echt bizarre aantallen. Ik denk dat wij elke stoel 6-7 keer per dag vullen. En we draaien alleen overdag. Ongelooflijk. Dus we sluiten om 5 uur en dan is dat al gebeurd. En dat resulteert in waanzinnige dingen. Rijen voor de deur. Er sliepen zelfs mensen voor de deur voordat we open gingen. Dat was echt hilarisch. Ja. En eigenlijk is die rij gewoon nooit meer weggegaan. Ja, ongelooflijk. Want jullie zijn ook een van de weinige restaurants die ik ken die een portier nodig hebben. Nou ja, we noemen het meer een host. Ja, inderdaad. We hebben gewoon iemand nodig die mensen ontvangt en uitlegt wat er nou precies aan de hand is. Want heel weinig mensen verwachten dat of begrijpen dat. En dat snappen we heel goed. Ja. Dus dan leggen we uit van, joh, welkom. Weet je wel. Het gaat wel heel even duren, maar we gaan het wel voor je regelen. En dan zijn er natuurlijk talloze ondernemers die hopen op zo'nzelfde kickstart. Mm-hmm. Dus je hebt ongetwijfeld nagedacht, ja, hoe kan dit nou? Zeker, ja. Wat is nou de verklaring van deze enorme hit?
De verklaring van de hit is denk ik timing. En uitvoering. Die twee dingen bij elkaar. Dus ik denk dat het concept is natuurlijk leuk en speels en sterk en goed en origineel. Maar ik denk wel dat er eerdere pogingen misschien wel zijn geweest. Of dat het ook ergens anders had gekund, et cetera, et cetera. Alleen als je nadenkt, ik denk ook dat de eerste 10 vegan restaurants mislukt zijn. Want ze waren te vroeg. Of social media werkte niet mee. Of weet ik veel wat. Er is wel, het was een heel goed idee, maar de timing was nog niet goed. Ja. In ons geval hadden we de executie heel goed. Dus we hadden waanzinnige content, mooie foto's, mooie video's. In een tijd waarin foto's en video's heel makkelijk verspreid kunnen worden over de hele wereld. En er gewoon letterlijk honderden miljoenen mensen zijn die avocado's eten. Maar er was nog geen één speciaalzaak. Ja. Ja, dan heb je gewoon origineel nieuws. Het is niet iets wat je probeert te pushen of gewoon een of andere reclameboodschap. Het is gewoon een boodschap die honderden miljoenen mensen blij maakt. Ja, dan gaat die vanzelf. En ja, dus voordat jullie open waren al 75 verzoeken van mensen die graag een restaurant in franchise wilden nemen. Ja. Dat zijn jullie inderdaad ook daadwerkelijk gaan uitrollen, het franchise concept. Ja, eigenlijk we schrokken op een hele positieve manier best wel van alle reacties die kwamen. Het was zoveel, zo snel, zo breed en vanuit de hele wereld dat wij zoiets hadden van, hé, wacht even. We zijn gek als we hier niet iets mee doen. Wat kunnen we hier allemaal mee doen? En we gingen gewoon advies inwinnen bij bedrijven als Francorp. Daar gingen we gewoon zitten en zeggen, nou, vertel me maar hoe dit dan werkt. Want ik weet het niet, weet je wel. Waar moet ik aan denken? Hoe lang duurt zoiets? Weet ik het. En wat heb ik nodig? Nou, schijnbaar heb je heel veel tijd en toch wel redelijk wat geld nodig om een systeem te maken dat je over kunt dragen aan iemand. Dat is niet zo makkelijk. Foutloos, ja. Weet je wel. En dat zijn we toen gaan doen. En we hebben de juiste investering aangetrokken. We hebben de juiste partners aangetrokken. En iedereen vond dit een vet verhaal. Dus was letterlijk iedereen was bereid om ons te helpen. Die zeiden, ja, dit is te gek. Dit gaan we doen, weet je wel. En wij waren, nou, je hebt grote vissen, je hebt kleine vissen. En dan heb je wat wij waren. Wij bestonden eigenlijk niet eens. En toch waren de grote jongens wel naar ons aan het kijken van, hey, hoe kunnen we deze jongens helpen? Want dit kan zomaar heel groot worden en het is heel leuk. Dus wij ontwikkelden dat en we moesten alles leren over regels en standaardprocedures en handleidingen, manuals en systemen en dingen makkelijker maken en weet ik veel wat allemaal. En dat wordt dan één pakket waar alles in staat van het merk. En dat zijn we toen uitgerollen. Inmiddels is de eerste franchise open in Brussel. Ja. Die is vorig jaar open gegaan. En we hebben er toch wel een boel, niet eens alleen op het vizier, maar die er gewoon aankomen. Dus ja. Dat is heel tof. Parijs binnenkort, hè? Ook, ja, is nog niet bekend, maar dat mag ik alleen op podia zeggen. Maar bij deze heb ik de primeur. Ja. Ja, Parijs binnenkort en nog een paar andere dingen. Dus dat wordt heel leuk. Ja, en hoeveel zijn het er, laten we zeggen, over een jaar of 5? Ik denk dat we over een jaar of 5 toch wel echt rond tussen de 30 en de 50 aan het kijken zijn. Maar vooral de locaties zijn interessant. We focussen nu heel erg op Europa en dat gaat heel goed. Ja. De komende 1,5-2 jaar zul je daar echt wel veel beweging zien. En vervolgens gaan we richting het Midden-Oosten. Want daar is food echt aan het ontploffen. Dat is superleuk om te zien. En daarmee kunnen we ook een beetje het bedrijf laten groeien en ook een beetje de financiën in orde stellen om vervolgens de grote stap te maken. Of dat nou richting Amerika is of richting Azië of wat dan ook. Dat zullen we TZT wel zien, maar dat gaan we wel doen. Ja. En hoe ingewikkeld is dat? Want een avocado is niet te beschermen. Duiken er niet overal copycats op die proberen jullie succes af te knabbelen? Zeker. ergens vind ik dat charmant. Ergens vind ik het gewoon een compliment. Ik vind het gek. Er zijn iets van 20 copycats inmiddels al in de wereld die onze hele website hebben nagemaakt, ons eten namaken, onze content gewoon gebruiken, letterlijk gewoon foto's doorplaatsen, dat soort dingen. Ja. Maar zonder hun is er geen markt. Ik wil niet in mijn eentje spelen. Ik vind het leuk als er lokale initiatieven zijn. En het komt allemaal uit liefde. Het zijn vooral mensen die de avocado ook gewoon heel leuk vinden en denken, hey, dit wil ik ook in mijn stad. En die jongens komen voorlopig niet. Dus dat proberen ze. En dat is oké, want wij bouwen een merk en zij bouwen een restaurant. Ja. En het grote verschil is gewoon de waarde daarvan. Uiteindelijk
bouwen zij één ding in een wijk, in een stad die ze heel graag willen hebben. En wij zijn bezig met hoe kunnen we die hele stad of misschien wel dat land eigenlijk invullen met dit. Ja, geinig. Hey, je begon je carrière ooit, las ik in een knipselmap, als Hulk Slogan. Haha, wauw, ja. Ja, dat is waar. Ja. Jij bedacht slogans voor bedrijven die daar behoefte aan hadden. Ik bedacht eigenlijk hele slechte grappen. Ik had hele slechte grappen. Ik was echt zo'n jongen die woordgrapjes leuk vindt en copywriting en dat soort dingen. En mijn vrienden zeiden altijd, nou, als je hier toch eens geld mee kon verdienen. Ja. Weet je wel, je bent aan de ene kant heel leuk en aan de andere kant super irritant. Maar als je hier toch eens je geld mee kon verdienen. En toen dacht ik altijd van ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Hoe zou dat kunnen? Ja. En ik merkte dat er ook een serieuzere kant was. Dus ik kon me heel goed inleven in mensen en dus doelgroepen. Maar ook in merken en het verhaal daarachter. En daarbij iets schrijven wat klopte. En Hulk Slogan, dat deed dat gewoon. Ik kwam opdagen en dan vertelde je mij over je bedrijf. En dan schreef ik je communicatie. Ja. En dan ging ik weg. Ja, en dan ging je thuis zitten broeden? Of, Nee, dat was ter plekke. Ik kwam echt op de fiets met een stuk papier en een pen. Oké, wat is het? Ja. Boom. Ik las ook dat je op 21 december 2012 weer helemaal blut was. Klopt. Wauw, dat heb je goed gevonden. Ja, dat is waar. Maar dat was expres. Dat was... de mikte ik op. 21 december 2012 is de dag dat de wereld zou vergaan. Volgens de Mayan-kalender. Ja. En... wij besloten een feestje te geven in mijn huis, notabene. En dat heette Fête de Fin, feest der einde. En die ochtend zijn we opgestaan en heb ik al mijn geld uitgegeven tot mijn teller op nul stond. En mijn vrienden ook. En dat was heel leuk. We zeiden van ja, stel dat die gekken nou gelijk hebben. Ja. Stel dat de wereld nou vergaat. Wil ik dan geld over hebben? Of wil ik... de memories hebben, zeg maar. Wil ik die lol hebben gehad. En we zeiden van ja, tijd kun je niet kopen. Dus we gaan de rest gewoon, we gaan het gewoon doen. We gaan alles uitgeven wat we hebben. En we hebben alles gekocht wat ik ooit wilde hebben. Ik heb mijn eerste soort van dure horloge, vond ik leuk. Dat heb ik toen gekocht. Omdat als ik iets kon kopen, wilde ik tijd. Ja. Ik heb alles soort van gekocht wat ik wilde voor mijn moeder, voor mijn familie, voor mijn vrienden. Gigantisch feest gegeven. Samen met Bacardi in mijn huis. Dus het huisfeestding met een bar erin en barmannen en zo. En allemaal te gekke grote DJ's die aan het spelen waren. We zakten bijna door mijn vloer heen. En dat was gewoon... Ik heb me denk ik nog nooit zo vrij gevoeld als die dag. Het maakte allemaal niet uit. En was je blij de 13e dat de wereld nog bestond? Of dacht je van, fuck, wat heb ik gedaan? De 22e. Of de 22e, pardon. Ja. Ja... Ja, wat ik heel grappig vond is... ik woonde niet heel groot, hoor. Ik woonde 85 vierkante meter. Dat was in een appartementje in West. Ja. En daar hebben we denk ik 140 mensen ingeduwd. Dat is echt bizar. De foto's daarvan zijn ongekend. En dat was een hele mooie zooi. Er stonden letterlijk voetafdrukken op mijn keukenblad. En op mijn plafond. Valerio was gaan... stage diven en werd de hele tijd tegen het plafond aangetikt. Het was echt onvoorstelbaar wat een zooi dat was. Daarna gingen we met z'n allen uit. En toen kwam ik thuis. Nou ja, je kunt je voorstellen dat je wel een drankje op had en dat het wel gezellig was. En toen ging ik slapen en de dag erna werd ik wakker. En de productiepartij met wie ik dat feestje had gedaan, die had mijn huis zo goed opgeruimd dat het leek of het nooit was gebeurd. Ja. Zeker nog, het was schoner dan toen we begonnen. Dus ik werd soort van wakker, echt met het gevoel dat het een droom was. Ik dacht echt, dit kan helemaal niet. Hier stond gisteren een bar, hier stonden 100 mensen te springen op mijn bank. Alles zou kapot moeten zijn, weet je wel. En dat was het niet. En toen dacht ik, oh wauw. Zo zie je maar dat je... aan de ene kant is het heel goed om ingetogen te zijn en dingen voor de toekomst te bewaren of wat dan ook. Maar soms vind ik het ook echt leuk om all-out te gaan, want wie weet wat er morgen is. Weet je, wie weet dat nou? Ja, sowieso leerde de knipsel me dat je altijd wel doelen nastreeft. Want ik begreep dat je op je 18e had je een bucketlist gemaakt. Ja. Met 150 dingen erop die je gedaan moest hebben voor je dood. Ja. En nou ja, je bent nu mid-30. En er staan er nog maar een paar op, hè? 7. Ja. 7. Er staan nog 7 op. Wat moet je nog doen? Ik moet...
we hebben een kookboek uitgebracht, maar ik moet eigenlijk nog steeds een keer een boek schrijven in mijn leven. Dat vind ik heel leuk. En ik wilde ook een film schrijven. Dat is gelukt, maar de film is nog niet gemaakt. Ja. Dat wilde ik ook doen. Ik vind het gewoon leuk om verschillende, in verschillende disciplines verhalen te vertellen. Ik wil creatief genoeg zijn om, om iets in elkaar te kunnen zetten waar de hele wereld naar meekijkt. Weet je. En, dat is nu wel redelijk gelukt. Tot slot, ik stuitte ook op een artikeltje in Quote. En daarin werd geschreven, als je Ron tegenkomt, dan moet je hem nog eens vragen naar een sterk verhaal over Cameron Diaz. Nou, je zit er nou toch, vertel. Ja, je zit er toch. Cameron Diaz. Ik was, denk ik, 18, 17 of zo. En ik werkte voor een blad dat TED heette. TED. En dat was een soort metro. Ja. Of spits of zo-achtig ding. Maar dan gespecificeerd op jongeren. En dat werd ook op centraal stations en zo uitgedeeld. Ja. En ik was daar reporter voor en ik deed vooral de red carpet dingen. Dus ik nu ik erover nadenk, het is eigenlijk waanzin. Ze stuurden mij gewoon met een soort van handcameraatje die in je zak paste. En een paar stickers zeiden ze, ga maar gatecrashen bij gewoon de grootste evenementen en premières en allerlei van dat soort dingen. En met een beetje bij de handheid kom je er wel. Dus dat deed ik en op een dag werd ik gebeld en zeiden ze, je moet naar het Amstel Hotel. Want daar is het persmoment voor Shrek 2 of zoiets, waar zij een stem doet. En Antonio Banderas een stem doet. En Mike Myers een stem doet. En die zijn allemaal in dat hotel, daar moet je naartoe. Oké, nou, dat is goed. Maar ik was ook gewoon 18 en ik had geen geld. Ik woonde niet in Amsterdam en ik was te laat. En het was echt een drama. En ik kom het Amstel Hotel binnen. En iedereen was helemaal chic en zo, whatever. En ook al binnen. En ik was denk ik 35 minuten te laat. En ik kom daar aan en zegt tegen mij, ja, sorry, je mag de zaal niet meer in. Zeg maar, ik word echt afgemaakt als ik de zaal niet in mag, weet je wel. Dan ben ik gewoon mijn baan kwijt, dat moeten we niet doen. Ze zei, ja, sorry. Dan zeg ik, oh my god. Oké, mag ik dan wachten totdat het klaar is? Naar binnen rennen en proberen nog een paar quotes te krijgen of zo? Dan schrijf ik het artikel wel, dat komt wel goed. Ja, is goed. Dus ik zit daar in de gang van het Amstel Hotel op de grond te bedenken wat ik mijn baas ga vertellen. En midden in de persconferentie komt Cameron Diaz naar buiten. En die moest even naar het toilet of zo, weet ik veel. Die nam even pauze en die... Ik zie haar zo, ik zeg, dat meen je niet. Dus ik loop naartoe, ik zeg, sorry dat ik je stoor, maar dit en dit is aan de hand. En mag ik na afloop jou een paar vragen stellen? Ze zegt, ik weet het beter gemaakt met je. Je mag na afloop gewoon met ons lunchen. Dat lijkt me veel gezelliger. En na die hele persconferentie, waar iedereen dezelfde vragen kreeg en het allemaal vertaalde naar dezelfde antwoorden en dus artikelen, werd ik uitgenodigd, zat ik tussen Antonio Banderas tegenover Cameron Diaz. Te lunchen. Had ik een waanzinnig artikel kunnen schrijven. En dat soort dingen gebeurden gewoon de hele tijd. Dat was echt leuk. Cool. Ja. Mooi verhaal. Bon, hartstikke leuk dat je er was. Dankjewel. Ja, gek, dankjewel. En veel succes. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar CVD TV.